Mohamed Iatare heeft een nieuwe club. De 21-jarige middenvelder vertrok een paar dagen geleden nog bij Juventus en tekent nu bij Samsunspor, een club wat uitkomt op het hoogste niveau van Turkije. Hij gaat voor 4 jaar tekenen bij de Turken die vorig seizoen promoveerden. Eerder kwam Iatare uit voor PSV, Ajax, Juventus en Sampdoria. Denk jij dat hij weer op zijn oude niveau kan terugkeren?